De oplettende kijker heeft hem wellicht al eens voorbij zien varen langs de Gelderse IJssel. Een replica van de kogge. De kogge was in de middeleeuwen het vervoermiddel tussen de zogenaamde Hanzesteden. Het schip staat dan ook niet voor niets symbool voor een nieuw toeristisch initiatief, de Hanzetour. Fietstochten op e-bikes langs de Nederlandse Hanzesteden. De presentatie van de Hanzetour begint in Hanzestad Kampen. En wat is er nu mooier dan de fiets te pakken? Dat kan tegenwoordig op een gemakkelijke manier. Je kunt overal vrij snel komen. Je kunt op paadjes komen waar je met de auto niet kunt komen. En daarmee bereik je dan weer al die prachtige steden, de Hanzesteden, maar ook de plekken erachter. De Hanzesteden brachten in de middeleeuwen een hoop welvaart. Door de waterverbindingen kon er onderling goed handel gedreven worden. De presentatie van de Hanzetour wordt voortgezet in de Dom in Utrecht, waar historicus Maarten van Rossum een lezing geeft. Ik weet, het gaat hier om fietstochten, niet waar, in het kader van interesse voor de diverse Hanzesteden die we in Nederland hadden. Daar ben ik op zichzelf een warm voorstander van. En die Hanzesteden, vooral IJsselsteden trouwens, maar zijn ook andere, dat zijn prachtige steden. Deventer, Zutphen, echt schitterende steden. Utrecht is overigens niet voor niets gekozen, want Hanzestad Kampen heeft een speciale band met het bisdom daar. In een ver verleden heeft het bisdom namelijk het Kampereiland cadeau gedaan aan de stad. En dat heeft Kampen geen windeier gelegd. De vrijwilligerscentrale Utrecht krijgt daarom een Hanzetour e-bike cadeau van Kampen. We hebben elk jaar een winnaar van de vrijwilligersprijs. En namens de Hanzetour mag ik dit jaar aan de winnaar van deze vrijwilligersprijs een fiets uitreiken. Fiets en historie, dat is de Hanzetour. En daarom kunnen oud-wielrenners niet ontbreken tijdens de presentatie. En er zijn zelfs mensen bij die zo hard fietsen dat ze waarschijnlijk te hard fietsen voor een actieve omgang met het verleden. Maar dat ligt toch anders volgens oud-tourrijder Theo de Rooij. Als je gaat fietsen, dan scherp je je zintuigen aan, je voert je hartslag een beetje op, je gaat wat dieper ademhalen. En ook de ervaringen die je dan opdoet, die beklijven dan ook beter. Dus de combinatie fietsen, cultuur en het opsnuiven van de omgeving, het proeven van de omgeving is een perfecte combinatie. Deelnemers aan de meerdaagse Hanzetour stappen op een e-bike en fietsen een bijzondere route langs Hanzesteden. Boeken voor de historische fietsrondreizen kan op www.hanzetour.com.